Goedemorgen allemaal hier in de zaal, hier aan tafel. Welkom hier in de mooie zaal van het Koninklijk Conservatorium. In het gloednieuwe gebouw van ons Amare. Waar ook het Nederlands Danstheater zit, waar het residentieorkest is. Wij zitten hier sinds een jaar, een dik jaar, in een machtige omgeving. En dus ook hier in deze zaal waar u van alles gaat zien. Mijn naam is Jan van Bilzen en ben directeur van de School van Jong Talent. En eigenlijk is dat een grote naam voor alles wat met voortrajecten heeft te maken binnen het Koninklijk Conservatorium, de dansvakopleiding en de kunstacademie. Ik ben hier niet alleen. Daar zijn een heleboel jonge violisten en cellisten die ons gaan verwennen met muziek zo dadelijk. En aan tafel zit rechts van me Jan Linkens, directeur van de dansvakopleiding. Daarnaast zit Guido van der Linden, die betrokken is bij de voortrajecten op de Kunstacademie. Aan de overzijde zit Arjen van Meijgaard, een van de coördinatoren van de school, want we hebben ook gewoon een basisschool en een middelbare school. En daarnaast zit Aniek van Gennep, die alles weet over de voortrajecten muziek. Nou, we hopen een uur lang iedereen, jullie, u, te informeren over wat hier aan voortrajecten op Conservatorium gebeurt. Dat doen we via het vraaggesprek, maar natuurlijk krijgen we ook dansen zien en muziek, want dat is waarvoor we hier zijn. Laat ik gewoon maar eens beginnen. En dan begin ik misschien met het kleinste deel van de voortrajecten. En dan kijk ik even naar Guido. Beeldende kunst. Er lopen hier ook altijd beeldende kunstleerlingen door het gebouw, die geïnteresseerd zijn in jullie programma. De open dag op de Kunstacademie hebben we al gehad, dus wij komen altijd een week later. En wat ik een vraag die ik heel vaak krijg van ouders is van ja, als ik nou een kunstprogramma wil gaan doen op de Kunstacademie, hoe kom ik daarvoor in aanmerking en wat moet ik laten zien? Kun jij daar iets over vertellen? Ja, nou wat we eigenlijk meestal zeggen, gooi je auto vol of een aanhanger, rij naar de academie toe, stal het uit in het kantoor en dan gaan we daar naar kijken. Dat is eigenlijk de toelating. Ze kunnen een mailtje sturen met de vraag voor een toelating naar voortraject@kbk.nl. Het komt dan terecht bij Sanne. Sanne Zwart is hoofd van de afdeling van beeldend kunst. En zij maakt dan een afspraak en dan, ja, ga je daar naartoe en zij gaat kijken. Jij zei, gooi de aanhanger maar vol. Ja. Maar kun je daar iets preciezer, geen ijskast neem ik aan. Nee, gooi je aanhanger vol met alles wat je maakt eigenlijk. Dus, en we zien het liefst zo breed mogelijk. Dus fotografie, tekenen, haken, wat dan ook, wat je maakt. Neem alles mee, dat zien we graag. Oké. En dat is een vraag die ik vaak krijg. Een andere vraag, dat gaat over muziek, maar dan ga ik even naar Aniek toe. Dan vragen ouders mij van, ja, mijn kind wil graag viooltoelating doen. Welk stuk moet ze spelen? Ik ben zelf geen violist, dus ik heb geen idee. Maar dat weet jij wel. En is het eigenlijk wel belangrijk dat een specifiek stuk is? Hoe gaat dat bij jullie? Bij ons gaat dat net iets anders. Niet die aanhanger vol, is niet per se nodig. Nee, wat wij vragen eigenlijk is, stuur eerst eens een filmpje van jezelf op. Het ligt een beetje nog aan de leeftijd, hè? Want bij muziek hebben we natuurlijk de voortrajecten al vanaf 5 jaar. Dan mogen de kinderen gewoon komen en dan komen ze naar een soort van testdag, oriëntatiedag. En dan gaan we gewoon spelenderwijs kijken van wat is mogelijk en wat is verstandig. Maar al bij de junioren en zometeen bij het ACO Mini dat daar klaar zit. Sommige daarvan zijn doorgestroomd vanuit Pi, andere die zijn binnengekomen via junior. En dan vragen we wel van in eerste instantie van, stuur maar een filmpje op, dan hebben we wel enigszins een idee. En ook van welke docent is verstandig om naar te laten luisteren. En dan nodigen we iedereen wat we noemen informeel uit. Dus dat betekent dat ze al een keertje kunnen spelen, dat we al een beetje kunnen werken met leerlingen. En dat is eigenlijk voor ons belangrijker om een beetje de feeling te hebben met waar staat de leerling, hoe, ja, wat we dan noemen beleerbaar is een leerling, welke bagage zit er al, wat moet er misschien nog gebeuren. En dat is voor ons eigenlijk essentiëler dan te zeggen, het is dit of dat stuk. Sterker nog, daar blijven we heel erg bij weg. Want we zien ook wel, je kunt een stuk spelen op je, als je 12 bent, maar daar kan je ook nog je master mee afstuderen. Dus dat is niet zo heel
interessant. Oké. Okay. En wat ik ook weet, en dat is eigenlijk een bruggetje naar de dansvakopleiding, is bij zang is je stem je instrument, is een deel van je lichaam eigenlijk je instrument. Maar Jan, dat geldt voor jouw afdeling nog veel meer natuurlijk. Eigenlijk is het hele lichaam het instrument waar jij mee werkt. En kun je iets vertellen hoe dan de aanmeldingen en selectieproces... Okay. En wat ik ook weet, hoe het aannameproces bij jullie verloopt. Een bruggetje naar de dansvakopleiding is bij zang... is als ze instro, maar ze moeten een passie hebben om te willen bewegen. En ook afhankelijk van de leeftijd natuurlijk, gaan wij kijken in hoeverre het lichaam geschikt is om de dansopleiding te volgen. Daarbij zijn een heleboel elementen zijn belangrijk, behalve dat de spier in het lichaam geschikt moet zijn om die training aan te kunnen. Kijken we naar muzikaliteit, coördinatie, maar ook naar het dansgevoel, naar de beleving van een kind. En pas dan, als dat allemaal goed is, gaan wij kijken hoe kunnen ze instromen en kunnen ze het programma volgen. Dat is eigenlijk ook wat ik hoor bij Guido. Je zoekt meer naar passie en gedrevenheid dan dat iemand op een bepaald niveau al iets heel bijzonders neerzet. Dat is natuurlijk de aanhangwagen van jou, zo vol mogelijk om te laten zien. Maar het hangt wel van leeftijd af, want dat is natuurlijk het vervelende als je natuurlijk wat ouder bent en je komt er dan pas achter dat je later beroepsdanser wil worden, dan maakt het traject wel heel moeilijk. Ja. En dan is er ook nog een aanzienlijk deel van de leerlingen die ervoor kiezen om school en voortraject, dans, muziek of beeldende kunst, te combineren binnen deze school. Dat is de School van Jong Talent, dus hier gewoon een basisschool en een gewone, reguliere VO-school. En Arjan, jij bent coördinator en je bent ook coördinator van met name de onderbouw. Niet dat er alleen maar leerlingen in de onderbouw komen, komen leerlingen in klas 1, klas 2, klas 4. Het hele jaar, alle jaarlagen komt wel een nieuwe leerling binnen, maar jij bent met name bezig met... moet je een bepaald niveau hebben of... hoe zit dat eigenlijk per school? Bijvoorbeeld een goede danser en die komt voor de brugklas, maar zijn er ook eisen vanuit de school of geen eisen? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, zeker zijn er wel wat eisen. Het gaat natuurlijk om talent. Je komt hier voor je discipline en daar wordt als eerste naar gekeken. En verder zijn we een HAVO-VWO-school, maar ook dan kijken we naar talent en is er contact met de basisschool en vragen we ook naar de motivatie van de leerling. En is het niveau net wat lager dan HAVO of MBO-TL? Dan kunnen we daar ook zeker de leerling bij helpen om uiteindelijk het HAVO-diploma te halen, want dat is ook nodig voor het HBO. Maar juist het maatwerk en het kijken naar het kind zelf en wat wil je en waarom wil je hier zijn, dat is eigenlijk de drijvende factor. Dus we beginnen eigenlijk met het talent en dan gaan we kijken, kan het schooldeel aan vastgeplakt worden als het ware. En ik zag ook dat er een soort van HAS-traject is, een soort HAVO-kansklas traject. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is dus voor de leerlingen die misschien al binnenkomen met het idee van, HAVO, dat zit er wel in, maar misschien nog niet in het begin. Maar ook in de eerste twee jaar kunnen we erachter komen dat de combinatie van de discipline, dus dans, muziek of beeldende kunst en school, wat zwaar is, want je doet in wezen twee opleidingen. En dan kun je in een wat langzamer traject ook HAVO doen. Dus de kansklas, het moet er wel in zitten, we moeten het wel ergens zien. Het gaat natuurlijk nog steeds om je discipline, maar ook bij school. Leerlingen willen graag van school met een diploma. Dus als je daar wat langer over doet, is dat helemaal niet erg, dan kom je daar ook wel. En dan daar bieden wij de kans toe. Maar ook hier hoor ik weer dat je vooral moet willen. Precies, de intrinsieke motivatie en het plezier in de dingen waar je hiervoor bent, dat is eigenlijk het belangrijkste. Oké. Over motivatie en gedrevenheid en plezier in het maken van muziek willen we eigenlijk een voorbeeld van laten zien. Aniek, jij bestrijkt zo'n beetje alle leerjaren. De jongste leerlingen zijn 3 en er gaan leerlingen... Of 5, pardon. En nou, misschien kunnen we dan gaan beginnen. Daar 3. Begin. Vanaf 5. En ze gaan eigenlijk weg als ze het eindexamen gedaan hebben, HAVO of VWO.
Dus eigenlijk is jouw afdeling het meest geschakeerd, zal ik maar zeggen. In allerlei verschillende cursussen, met allemaal eigen... Dat is vrij ingewikkeld voor een buitenstaande. Maar goed, dat kan altijd bij jou opgevraagd worden. En het is ook allemaal in het gebouw, loop ook vooral rond. Maar ik zie daar in mijn rechterooghoek een hele grote groep strijkers staan. Hele jonge strijkers. Misschien is het aardig om hen aan het woord te laten, of liever gezegd aan het instrument te laten. Zou jij met de microfoon daar naartoe willen lopen? En tuurlijk. Ze willen iets gaan spelen, ongetwijfeld. Ze staan te popelen. Maar misschien kun jij uitleggen wat ze daar gaan doen. Zeker. Ze staan ook al de hele tijd hier klaar en muisstil en nog steeds geconcentreerd. Dus dat is al überhaupt bijzonder knap. Kijk eens allemaal even naar boven. Die hebben jullie vast al gezien. Dat, ik weet niet of op camera te zien is, maar alle papa's en mama's staan boven aan het balkon. Gaan we even kijken hoor. Dit is dus Aco Mini noemen we dat. En Julia, kan jij eens even vertellen, want jij zit al toch eigenlijk al best een tijdje op de benje bij Jong KC. Kan je iets vertellen over alles wat je hier al hebt gedaan? Ik heb hier ook een zus en een broer. Dus daarom ben ik zelf ook gaan nadenken of ik per se een instrument wou bespelen. En ik heb al heel veel geleerd. Vanaf het begin af aan vond ik al dat de cello heel, heel goed en een mooie klank had en diep. Dus daar ben ik toen mee begonnen. En ik zit er nu al bijna 5 jaar op. Dus het was... Ja, sorry. En hoe oud ben je nu? 9, bijna 10. Ja. En volgens mij ben jij begonnen in eerste instantie wat we noemen Pi, toch? En daarna ben je doorgegaan naar junior. En hoe lang speel je nu al in Aco Mini? Ik denk 3 jaar. 3 jaar, ja. Kijk, al een ervaren kracht. En dat noemen we dan Mini. Marnix, jij bent er eigenlijk ook al heel lang bij. Jij speelt contrabas. Waarom ben je begonnen op contrabas? Nou, ik ging bij de open dag het eerst ging kijken bij viool. Maar ik vond het toch een beetje hoog eigenlijk. En ik wou liever een iets lager instrument met de klank, dus daarom koos ik voor contrabas en ik vond dat ook gewoon hele mooie klanken. Ja. Nou, dat is wel gelukkig wel iets lager dan de viool. Dat is in ieder geval goed gekozen. En waar gaan we zometeen naar luisteren? Wat gaan jullie spelen? Kun je iets vertellen? Meukentaans. Ja, de Meukentaans. Heel goed. Nou, zijn jullie... En ik zie daar nog iemand, maar niet zo'n heel mini lid. En wie bent u dan eigenlijk? Ik ben Jean-Baptiste. Ik speel dit jaar 30 jaar piano. en ik heb ieder jaar heel veel lol met Aco Mini en Aco Junior. Ja, als vaste begeleider. Heel goed. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Het zal duidelijk zijn dat deze kinderen spelen zonder dirigent. Donja speelt een grote rol. En u kunt vooral kijken naar de interactie die ze tussen elkaar hebben. En hoe bijzonder knap dat is. Zeker op deze leeftijd, maar eigenlijk überhaupt. Veel plezier. Thank you.
Ja, dit is natuurlijk eigenlijk veel leuker om naar te luisteren dan wat wij hier aan tafel te vertellen hebben. Wat mensen niet zien is dat wij hier ook de hele dag daarmee bezig zijn. En over dat iedere dag daarmee bezig zijn, heb ik ook nog wat vragen. Want Arjan, met alle respect, jij zorgt voor het middelbare schoolgedeelte. En dat zijn allemaal vakken die iedereen kent. Nederlands, Frans, Duits. Eigenlijk volledig parallel aan wat op andere scholen ook gebeurt. Dat is ook, denk ik, de kracht van onze school. Dat we zeggen, zelfs als je geen zin meer hebt in ballet of in muziek, dan ga je gewoon naar een andere school en dan kun je gewoon doorgaan. Maar wat natuurlijk interessanter is, is bijvoorbeeld vakken, als je het hebt over de kunstacademie. Heel veel mensen denken dan traditioneel aan het schilderen of aan het boetseren. Maar Guido, daar gebeurt toch echt wel wat anders dan wat ik alleen hier vertel. Kun je iets vertellen over de vakken die daar gegeven worden? Wat gaat een leerling doen daar? Er is eigenlijk een groot verschil tussen de, wat we dan onderbouw en bovenbouw noemen daar. Eerste 3 jaar is de onderbouw en daar krijgen ze meer technieken. En dat is verdeeld in 3 lessen. Les theorie, les driedimensionaal, les tweedimensionaal. En, wat is dat 3 en 2? Wat is het verschil? Dat, ja, ik weet wel wat 2 en 3-dimensionaal is, maar... Ja, 2-dimensionaal is vooral tekenen, schilderen, druktechnieken, dus etsen, linografie en dat soort dingen. 3-dimensionaal, daar gaan ze bouwen, daar gaan ze de werkplaats in en dan gaan ze met hout of met metaal of met klei of welk materiaal dan ook gaan ze bouwen. En in bovenbouw focussen ze eigenlijk meer op het idee achter het werk. Dus dan gaan ze, wat ze ook wel in de onderbouw natuurlijk krijgen, maar dan gaan ze meer conceptueel werken, meer procesmatig werken. Wat conceptueel, dat hoor ik vaker, dat is, vind ik altijd zelf als niet beeldende kunstenaar, vind ik dat lastig om uit te leggen. Wat versta je onder conceptueel? Het is ook een vak, heb ik gezien in jullie rapportages die jullie ook doen. Wat is conceptueel? Kun je daar... Ja, dat vindt iedereen eigenlijk heel lastig. Oh, jij dus ook? Ja, iedereen op de academie vindt het lastig en iedereen denkt er anders over. Eigenlijk is het is het idee achter het werk, het is eigenlijk een soort stuur. Waarmee je van begin tot het eind, dus het eindwerk, je aan vasthoudt. Oké, dus de gedachte, het idee, oké. Ja. En dat is kunstacademie, dat komt vanzelf in het dansvak, want daar is altijd dat clichébeeld van de ballerina die aan een bar staat en haar of zijn natuurlijk oefeningen doet. Ja, ik werk hier, dus ik weet dat het veel meer is. Jan, kun jij iets vertellen over de vakken zoals die binnen de dansvakopleiding worden gegeven? Jazeker. Wij voldoen aan dat clichébeeld. En wij beginnen ook aan de bar, maar dat is maar een klein onderdeel wat je net zegt. Wat wij proberen is om in de 8 tot 10 jaar dat een talent op school is, om eigenlijk dat instrument, dat lichaam, zo onder controle kunt krijgen dat je daarmee verschillende soorten van dans kunt uitvoeren. We hebben daarvoor gekozen het klassieke ballet en de moderne dans. En dat doe ik heel bewust. Dat doe ik omdat ik vind dat zo'n talent in ontwikkeling is en eigenlijk nog niet weet wat kan ik straks als ik 18 ben. En we leren ze dus 2 vakken aan die hun een goed perspectief op de arbeidsmarkt geeft. En dat vullen we aan, dus het is wel het klassieke ballet met alle onderdelen van de speechtechniek, de klassieke variatie, het klassieke repertoire. In het moderne repertoire, we doen Nederlands danstheater repertoire, we doen het repertoire in Nederlandse school. We doen improvisatie en we vullen dat in de jongste jaren nog aan met flamenco en met creatieve dans. Om zo langzaam werelddans, om die vakken goed te ondersteunen in wat ze moeten leren. Flamenco kan zich, de meeste mensen kunnen zich daar snel iets bij voorstellen, werelddans. En ik zie ook wel eens karakter, die term hoor ik ook wel eens vallen. Kun je vertellen wat dat is? Ja, het karakter is een hele specifieke techniek van de folklore. Dat was vroeger binnen het klassieke ballet een belangrijk onderdeel.
Want er werden in ieder groot klassiek ballet werden daar folklore dansen uitgevoerd die in feite aangepast waren aan de klassieke techniek. Dus vandaar ook dat men in heel veel opleidingen de karakterdans en de klassieke dans met elkaar verbindt. Wij hebben het iets breder gemaakt en alleen die folklore bestaan. In Nederland bestaat er bijvoorbeeld geen gezelschap meer die zich alleen maar bezighoudt met folklore. Dus we hebben het nu werelddans en karakter genoemd, omdat daarmee de jonge kinderen ook een inzicht krijgen van de verschillende culturen in de wereld en wat bij hun cultuur hoort. Dus het is een wat breder palet geworden. Oké, en natuurlijk schuif ik nu door naar de muziekafdeling. En ja, iedereen begrijpt hier dat als je zit voor viool, dat die vioolles, zoals we net gezien hebben, of de pianoles of de zangles het meest belangrijke is. En daar kom je ook eigenlijk voor in eerste instantie. Maar inmiddels ligt er onder dat programma, en ik kijk naar jou, Aniek, je kunt dat heel goed uitleggen, liggen natuurlijk nog een aantal heel belangrijke ondersteunende vakken. Kun jij zeggen, vertellen wat die ondersteunende vakken zijn? Ja, nou, ik denk dat vooral het belangrijk is om te beseffen en begrijpen dat al vanaf waar Julia over vertelde dat zij in PI is gestart, gaat het bij ons toch ook wel echt over samen. Het is natuurlijk minder groepsonderwijs dan dat het bijvoorbeeld bij mijn collega's is. Maar wij hechten daar wel veel waarde aan om niet te zeggen, nou inderdaad alleen dat hoofdinstrument is belangrijk. Dus als je hier komt en nou, we kunnen natuurlijk één viool nemen, volgen ze hun vioolles, dat hebben ze individueel. Ze hebben ook iedere week groepsles. En ook dat vinden we belangrijk, dat is dus in een groep met leeftijdsgenoten of in ieder geval qua niveau ongeveer gelijk, krijgen ze dan weer bij een andere docent les in. En ook dat is wel een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. Ze spelen dan in orkest of in projecten. Dat hebben we dan hier nu ook gezien. Ander belangrijk vak wat wij hebben, en dat gaat ook wel echt over samen muziek maken, is wat wij noemen de Jonkerszee werkplaats. Die is er voor de jazzleerlingen, die is voor de klassieke leerlingen. En daarbij gaan we bij jazz, maken we gebruik van, eigenlijk is het techniek aan het instrument. Dus iedereen zit op zijn eigen instrument in die les. Grote groep bij elkaar. En spelenderwijs maken zij heel veel verschillende vormen van techniek zich eigen. Terwijl bij de klassieke werkplaats is het eigenlijk kamermuziek wat daar uitgevoerd wordt. Maar het gaat heel erg vanaf de basis af. Dus iedere week hebben ze die kamermuziekles. Hebben ze coaches die ze komen helpen. En ze leren niet dus alleen maar om heel snel een stuk te spelen. Maar juist om te kijken hoe is het om samen kamermuziek te maken. Wat is mijn rol? Wat is jouw rol? Hoe ziet de muziek eruit? Welke tijd kan ik dit plaatsen? Oké, dus dat samen, dat is echt iets wat eigenlijk steeds meer in het programma wordt gezet. Muziek, kunst, wat alle BK-lessen, beeld- en kunstlessen, die worden ook samen gedaan. En choreografie is per definitie, zou ik haast zeggen, samen. Maar dat is iets wat steeds meer vorm ook krijgt in jouw afdeling. En een paar weken geleden was ik hier en toen waren alle muziekleerlingen gaven een koorconcert. Ja. Is dat ook gewoon standaard onderdeel van jouw programma? Ja, koorzang is, en het wordt gesplitst in de koorklas, noemen we dat, voor de basisschool. We hebben een onderbouwkoor, we hebben een bovenbouwkoor. En daar zit jazz, klassiek en alles zit door elkaar heen. Aangevuld nog met wat we noemen muziektheorie. Maar gisteren hadden we het eigenlijk over, misschien moet het wel gewoon muziek heten. Omdat het ook heel erg is het trainen van het gehoor, analyses maken van muziek. Ja, er komt ongelooflijk veel bij kijken. En ook dat is wel echt samen. Oké. En dan heb ik toch nog één vraag, Arjan, naar het gewone schooldeel. Ik zei net, de leerlingen krijgen op die school, op de School van Jong Talent, ook gewoon Nederlands, Engels, Frans, Duits. Zoals alle scholen dat eigenlijk doen. Ook zelfs Latijn en Grieks, als je daar geschikt voor bent of dat heel leuk vindt om te doen. Kun je toch, want ik weet dat jij ook nog met één been lesgeeft op een andere school. Zie jij toch ook wel een soort van verschil tussen de vakken zoals ze hier worden aangeboden en op een andere school? Of zie jij ook de kunsten, muziek, beeldend en dans terugkomen in gewone schoolvakken? Het is aan de ene kant natuurlijk gewoon een middelbare school waarbij je de verplichte vakken doet, profielen kiest en de kernvakken hebt die je ook op andere scholen hebt.
We proberen in de lessen wel aan te sluiten bij waar leerlingen mee bezig zijn. Bijvoorbeeld bij Nederlands boeken aan te bieden die over muziek of dans gaan of over kunst. Anna Enquist, Arthur Japin. Maar soms zijn er leerlingen die dan zeggen, ja, daar ben ik al de hele dag mee bezig. Geef maar een ander boek, dat vind ik eigenlijk interessanter. Deze week is de week van de poëzie. Daar sluiten we natuurlijk ook bij aan, net zoals andere scholen. En wat ik wel merk is dat de intrinsieke motivatie ook wel een beetje doorcijpelt in de lessen. Toonladders moet je spelen, etudes moet je spelen. Dus bij Nederlands moet je ook af en toe gewoon oefeningen maken die wat minder leuk zijn. Maar die doe je dan, want je weet dat het ergens toe leidt. Aan de andere kant zijn het gelukkig ook pubers zoals overal. Telefoontjes en dat soort problematiek hebben we hier ook wel veel minder, moet ik zeggen. Maar het is, je merkt wel dat het een ander soort leerling is die heel gedreven is en het liefst natuurlijk met de discipline vakken bezig is. Ja, dus dat zijpelt eigenlijk door. Ja, wel, dat zijpelt zeker door. Ja. Okay. Weer even genoeg gepraat. Ik ga nog een keer de microfoon geven aan Aniek. En er gaat nog een jong ensemble spelen. En ik wil eigenlijk Aniek vragen, wil je nog een keer naar de leerlingen lopen? Tuurlijk. Het volgende ensemble is is ons ACO Junior. En ACO Junior is al, denk ik even naar Marilène toe, die kan er wel iets over vertellen. Wat leren jullie precies bij ACO Junior? Bij ACO Junior gaat het, het is gewoon, van ACO Mini stroom je door naar ACO Junior, van dat je ongeveer 9 of 10 bent. En daar werk je, vroeger met groter, nu iets kleiner en ja. Hoe vaak repeteren jullie? We repeteren elke zaterdag om 9 uur 's ochtends. Maar bij jullie zie ik hier ook helemaal niemand staan. Doen jullie dit dan zelf? Nee, we repeteren onder begeleiding van Lisbeth Akkermans. En de concerten doen we gewoon samen zonder dirigent. Vooral kijkend naar de concertmeester. Ja, precies. Kan jij daar eens iets over vertellen? Wat is dan jouw rol vandaag? Om de kinderen te leiden, zeg maar, om aan te geven. Moet je daar iets speciaals voor doen? Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Met mijn stok aangeven, een beweging maken, zodat ze zien wanneer ik begin. Doet je gezicht ook nog iets? Een beetje. Ja, vast wel. En wat gaan jullie spelen? Twee stukken van Drabble, Piacevole en Komodo. En ook nog een Bulgar en Toy Symphony. Hartstikke goed. Nou, heel veel plezier en succes. Thank you.
Er werd aangekondigd 2 stukken, maar we kregen nog een mooie toegift, het toetje. Dankjewel. Volgens mij moeten jullie zo dadelijk aflopen, maar dat gaat allemaal gebeurt aan de zijkant. Weer even terug naar de opleiding. Ik spreek hier voor mensen die later zijn ingeschakeld met Arjen van Meijgaard, coördinator van de basisschool en de middelbare school. Voornamelijk de middelbare school. Aniek, die zorgt voor alle voortrajecten muziek. En Guido voor beeldende kunst. En Jan Linkens, directeur van de dansvakopleiding. We hebben verteld wat we allemaal doen. Welke vakken we geven. Hoe je moet aanmelden. Het handigste is toch gewoon altijd sturen mail. En we zijn ook in het gebouw. We zijn overal te vinden ook. Vandaag en anders op een andere manier. Maar het is allemaal heel mooi, maar we vragen ook wat. Dus het programma dat we vormgeven is veel. We hebben een paar keer gezegd, het is een dubbel programma. En dat betekent dat we ook wel een groot beroep doen op de leerlingen zelf. En kunnen jullie in alle 3 disciplines en school daar iets meer over vertellen? Want Jan, want hoe vaak en hoe lang staan jouw leerlingen in de studio? En wat moeten ze daarnaast nog eventueel doen? Hangt dus erg van de leeftijd af, maar onze kinderen gaan in de ochtend naar school en daarna gaan ze dansen. En alle niveaus hebben 3 uur per dag dans, waarbij op het moment dat ze in de laatste 2 jaar van de middelbare school komen, dan worden die uren intensiever en gaat het naar 4-5 uur per dag. En dat, hoe ouder ze worden, hoe zwaarder dat het wordt. En dan komt ook de zaterdag erbij. En de bachelors beginnen om 9:30 en die gaan tot 8:00. En die dansen de hele dag. En zaterdag van 9:30 tot 3:00. Okay. En dan hebben we nog onze voorstellingen. Dan hebben we nog dagen zoals dit. We hebben onze voorlichtingsavonden, studioavonden. En dat komt er ook allemaal bij. Okay. En je noemde de zaterdag. Want ik weet ook op zaterdag als ik hier wel eens ben, dat lopen er ook ontzettend veel kinderen rond. Maar ook kinderen die ik al eerder gezien heb in die week, gewoon op maandag, dinsdag en woensdag. Aniek, wat is de zwaarte? Het is niet zo'n mooi woord, want de zwaarte is tegelijkertijd ook hetgeen wat de leerlingen het leukste vinden, hopen we om precies te doen. Maar kun je iets met betrekking tot muziek hierover vertellen? Dat is iets minder gestructureerd dan dat bij dans is. Het ligt ook wel een stukje aan eigen invulling, is dat natuurlijk onderhevig. Het ligt ook wel aan een instrument. Ik bedoel, een blazer die repeteert op een dag vaak toch iets minder dan dat een pianist of een celliste of een strijker dan doet. Dus daar zitten wel wat verschillen aan, maar 1,5 uur gaan we toch wel vanuit. Oplopend tot 3-4 uur, dat mensen zelf in studietijd aan maar daarin is muziek spelen natuurlijk wat eenzamer. Ik bedoel, je studeert piano en dat betekent dat je eigenlijk gewoon ook alleen heel veel uren maakt. Terwijl bij Jan zit je natuurlijk altijd in een groepsles. Ja, dat zijn we wel aan het onderzoeken om te kijken of we dat ook wat meer in de gezamenlijkheid kunnen doen. Maar het komt er altijd wel opnieuw dat je ook in je eentje wel studietijd moet doen. Ja, verder heb je dus de vakken, je hoofdvak, je pianoles, koor, theorie. Dus eigenlijk zijn het, het zijn denk ik goede dagen van 8 tot 6 uur dat de leerlingen wel echt bezig zijn. Zaterdag is met name voor de projecten gereserveerd, voor sommige hoofdvaklessen. Maar dat is meer voor de externe leerlingen dan voor de interne leerlingen. En jullie hebben ook een eigen symfonieorkest. Ja. ACO heet dat, Atheneum Kamerorkest. En die repeteren altijd op zaterdag. Ja. Dus dan komen ze elkaar weer tegen, zal ik maar even zeggen. Precies. En Guido, want jullie werken met complete dagdelen op de kunstacademie. Hoe vaak moeten de leerlingen, of gaan de leerlingen naar de KBK? Ze zijn er vaak 3, door de week zijn ze er 3 keer. En dat is dan in de middag, dus 's ochtends hebben ze school en in de middag gaan ze dan naar de academie. Dat is van 3:15 tot 5:45. En op zaterdag hebben ze in de ochtend van 10 tot 1 hebben ze eigenlijk een zelfwerkochtend. Voor als ze huiswerk niet afkrijgen of als ze zelf een project willen doen. En daar ben ik de coach van en dan zijn ze daar allemaal.
Wat de leerlingen zitten nu in dit gebouw. Ze zitten 2 verdiepingen hierboven. Zijn ze aan het werken aan dingen die ze toch al van plan waren te doen. Dus in dat opzicht is het heel normaal dat ze... Nou ja, heel normaal. Ze vinden het ook niet ongebruikelijk om hier op zaterdag weer te zijn. Alleen normaal zitten ze nooit hier in het gebouw. De leerlingen gaan naar de KBK. Het gebouw ligt hierop. Nou, als je strompelt 10 minuten en als je normaal loopt 5 minuten aan de overkant. Alleen vandaag zijn ze dan toevallig hier. En ga vooral kijken boven wat ze aan het doen zijn. En daar is Guido dan ook. Al met al dus een heel zwaar programma voor leerlingen. Zwaar genuanceerd, want dat vinden ze wel vaak leuk ook om te doen. Daar staat tegenover dat er ook nog zoiets is als de gewone school. Want dat zeggen ouders ook heel vaak tegen mij. Van ja, hoeveel huiswerk krijgen ze? Hoe speelt de school daarop in, Arjan? Want er zal een dag heeft maar 24 uur, zal ik maar even zeggen. Wat is de rol van de school daarin? We houden daar natuurlijk rekening mee. Dus we laten ook wel ruimte in de lessen waar dat kan om huiswerk te maken. Bij het ene vak zou je toch thuis ook nog wat moeten doen. En het andere vak misschien wat minder. Het ligt er ook aan of je doorwerkt in de klas of dat je het misschien soms wat gezelliger hebt met iemand anders. Maar dat maakt niet uit. We houden daar zeker rekening mee. Ook als er projecten zijn vanuit kunst of muziek of dans, dan schikken we ons daar naar. En dan als leerlingen er een keer niet geweest zijn, dan omdat ze iets moesten doen voor een van hun disciplines, dan kijken we hoe we dat kunnen inhalen, ook met toetsen. Maar we proberen, als ik het vergelijk met een andere school, iets minder aan te bieden. Je kan natuurlijk als school heel veel aanbieden, maar dat doen wij al. Alleen dan niet in de schoolvakken, maar juist in de kunstvormen waar ze hiervoor rondlopen. Dus ze krijgen echt wel genoeg mee. En we hebben ook toetsweken en tussendoor af en toe een SO of een boekopdracht. Dus wat programma betreft loopt het echt wel, is het vergelijkbaar. Alleen de druk is denk ik iets minder. En misschien kijkt nu ook gewoon een hele kritische ouder die dan zegt van ja, allemaal wel leuk zo, dat dansen en dat muziek. Maar ik als ouder weet nog niet helemaal zeker of mijn kind dit wel gaat doen. Stel nou dat hij in de derde klas naar een andere school gaat. Loopt hij dan voor of achter of houden jullie dat bij? Zeker, je kan. Er is dan gewoon overdracht. Ook als leerlingen van een andere school naar ons toe komen, dan hebben we contact met de school waar de leerling vandaan komt. Maar ook als een leerling overstapt naar een andere school, dan hebben we natuurlijk contact. En ja, qua vakken loop je dan gelijk. Want er zijn eindtermen, die zijn door de inspectie ook vastgesteld. En daar houden wij ons ook aan. En het kan zijn dat je bij het ene vak wat verder bent en bij het andere vak misschien wat in moet halen. Maar wat je in ieder geval wel meeneemt is werkhouding en discipline. Ja. Dat heb je hier wel meegekregen. Ja, ja, ja. Ja. Oké, nog één. We hebben nou 2 keer muziek gehad. Komt nog 1 keer muziek terug. Is niet helemaal in verhouding, want de helft van de leerlingen zijn allemaal dansers. Jan, we willen ook iets van dans laten zien. Maar misschien kun jij dat zelf het beste introduceren. Zeker. Dat kan natuurlijk niet in deze zaal. Die staat helemaal vol met apparatuur. Men vergeet nog alles dat dans ruimte nodig heeft. Dus om dit goed te laten zien, hebben we een filmpje gemaakt. Waarin denk ik heel goed te zien is de verschillende stijlen en disciplines die wij binnen de dans doen. Optredens is voor deze kinderen ontzettend belangrijk. Ook dat moeten we hun leren. Dus voor publiek optreden in wat voor vorm dan ook. Of dat nou in een studio is, in een mooie danstheaterzaal of hier in de conservatoriumzaal. Dat vinden we belangrijk. Dus wij zoeken naar verschillende mogelijkheden om dat daar te doen. En daar hebben we een filmpje van gemaakt. En daar gaan we nu naar kijken. Thank you.
Ja, een spectaculair einde van de dansvoorstelling, Jan. Jullie eindvoorstelling. Het ziet er prachtig uit. Alhoewel dan nog, denk ik, ga vooral kijken in de studio. Want toen ik voor het eerst naar de dansvakopleiding, toen ik hier kwam werken, ging kijken, dan is de magie in die zaal zitten en kijken wat daar dus gebeurt. Het echte werk is misschien nog wel veel imponerender. En dit is dan uiteindelijk het resultaat. Dus ik raad vooral iedereen aan, ga gewoon kijken en kom naar de voorstellingen. En dan zie je ook meteen wat van effort die kinderen moeten doen om dat niveau, wat je nou net op die eindvoorstelling ziet, te behalen. We hebben het gehad over vakken, we hebben het gehad over de zwaarte, barst van de voorstellingen, dans. Er zijn expo's ieder jaar, er zijn talloze concerten, ik hou het niet eens meer bij, maar dat komt ook omdat de muziekafdeling zo uitgebreid en voor allerlei verschillende leeftijden heeft. En we gaan zo straks nog één leeftijd of één stuk beluisteren. Ze zitten al klaar daar met Aniek ernaast. Maar gisteravond, Arjan, daar kun jij misschien iets over vertellen, zag ik een voorstelling die eigenlijk een beetje buiten het boekje was. Dat heet dan het Licht- en Luchtfestival in het Zeehelden Theater, waarin ineens muziek, dans en beeldende kunst, dat de leerlingen allemaal samen iets aan het doen waren. En ik heb geen leraar gezien die zich daarmee bemoeide. Dus wat is dat voor een project? Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou, het was echt fantastisch. Dan realiseer je weer hoe fijn het is om hier te werken. Want leerlingen hebben zelf alles in handen gehad. Ze hebben decor gemaakt, kostuums, bedacht wat ze willen laten zien. En het is het profielwerkstuk. Op andere scholen doe je dat in je eentje. Dan ben je op HAVO 60 uur en bij VWO 80 uur met iets bezig binnen je profiel. Dus het kan iets op scheikunde, natuurkunde. Maar hier hebben we bedacht, dat doen we samen. Niet per discipline, maar alle disciplines samen werken aan een voorstelling van ongeveer 3 kwartier. En je zag het plezier en je zag het enthousiasme van de leerlingen. En ze hebben 2 keer opgetreden en ze vonden het heel jammer dat het maar 2 keer was. En dan kun je nagaan dat ze dan nu weer een open dag hebben, volgende week van de werkplaats. Dus als je er met plezier aan werkt, dan maakt het niet uit hoe vaak het is. En dan wil je gewoon laten zien dat je het doet. Het was echt indrukwekkend. En het is heel fijn dat de hele school betrof. Dat vond ik ook met de 4e klasse dan weliswaar, maar wel allemaal, alle disciplines samen. Ja. Ja. Want dat initiatief is eigenlijk ooit een keer vanuit de leerlingen zelf gekomen, die aangaven van ja, we hebben een heel strikt programma bij muziek, we hebben een heel strikt programma bij BK, we hebben een heel, maar we willen, bij ballet natuurlijk, maar we willen ook gewoon eens een keer gewoon zelf iets van scratch on, zoals ze dan zeggen, maken. En dat was dus gisteravond. Licht en Lucht, een beetje een rare titel. Maar dat heeft vooral met de mensen te maken die het allemaal mogelijk hebben gemaakt, financieel. Dat is wel iets waar we steeds meer naar zoeken. Hoe kun je de leerlingen ook van elkaars disciplines laten profiteren? Want we zien ook, de nieuwe kunstenaar is niet iemand die zijn natuurlijk ook, die alleen maar viool speelt. Maar heel vaak komen ze in een theatergebied terecht, waarin ook heel andere dingen van je gevraagd worden. Ik zie soms dansers, zeker als je hier een verdieping lager naar het Nederlands Danstheater gaat, dan zie je dat dansers ook moeten acteren, ze moeten zingen en soms ook zelfs musiceren. En dat zie je bij de performances, bij beeldende kunst ook. En je ziet het ook bij de muzici die dan plotseling tijdens een opera of tijdens een voorstelling hun ding dan toch maar gewoon even op het podium moeten doen en dan ook nog in een choreografie. Dus het is natuurlijk zijn aan mensen die fantastisch piano spelen en ook dat alleen maar doen. Maar we willen leerlingen natuurlijk ook wel voorbereiden op meer dan dat. Dat is precies wat jij zegt. Ik wil het lichaam geschikt maken om daarmee ja, de meest bijzondere dingen te doen. En dat kan natuurlijk een klassiek ballet zijn, maar het kan natuurlijk ook iets totaal anders zijn. Dan ga ik toch nog helemaal op het eind, want muziek vind ik interessanter dan praten, zoals ik al zei. Toch nog iets onaardigs, een onaardig onderwerp aansnijden, en dat is, ja, we beoordelen ook leerlingen. Dus zoals ik al zei, je hebt een lastig programma, een druk programma hier. We bieden fantastische dingen aan, maar we gaan ook kijken of je aan bepaalde standaarden
voldoet. En laten we dat ook gewoon even benoemen. Jan, we moeten dit kort houden, want we moeten ook naar de muziek gaan. Jan, hoe gaat dat bij dans? Bij dans doe je audities. Daarin testen we een aantal dingen. En als dat goed gaat, mag je de opleiding gaan volgen. En bekijken wij ieder jaar hoe het potentieel wat wij ontdekt hebben binnen een leerling, of zich dat ontwikkelt. En of dat doorgaat totdat je de professionele danser bent. En dat bekijken we ieder jaar. Lukt dat niet, komen daar problemen, dan ga je met ouders en kind in gesprek over waar kan het aan liggen, waar kunnen we helpen. En soms komen we tot de ontdekking dat het potentieel stopt. En dan ga je op zoek samen naar, wat is dan een andere opleiding of iets totaal anders. En kijk je terug op 3, 4 hele mooie jaren hier. Maar neem je die passie mee en vind je daar een andere invulling voor. Dus zo kijken we dan naar. En hoe gaat dat bij beeld en kunst, Guido? Ja, wij... Het is een moment waar je op een dag je werk laat zien. De docenten komen langs. En dan hebben we het over wat ze hebben gemaakt. En vaak als we denken, het is mager, dan of we kijken het nog aan, of we geven een extra opdracht. Maar meestal gaat het eigenlijk allemaal goed. Ja. En Aniek, ik weet niet, dat gaan we via de microfoon doen, want Aniek zit achter de piano. Ja. Hoe werkt dat bij muziek? Nou, we kijken bij muziek, zijn 2 keer per jaar overgangstentamens. De eerste is wat we altijd noemen een beetje het vinger aan de pols moment. Dat is ongeveer november. Dan laat iedereen, de violisten en de cellisten, die hadden hun geliefde techniek tentamens. Hoogtepunt van het jaar. Sommige zijn voorspeeltentamens en in april is het een overgangstentamens. Dat zijn momenten die we ook met een commissie erbij beoordelen. Tegelijkertijd kijken we ook wel gewoon naar het proces. Dus daar waar misschien iets minder goed gaat of er iets aan de hand is, grijpen we ook eigenlijk wel eerder in dan dat. Dus dat beoordelingsmoment zit erbij. Al willen we dat vooral zorgen dat ze weten, ja, hoe ziet zoiets eruit? Weet je wel, in het leven verderop moet je ook vaak voorspelen, word je ook vaak beoordeeld. Maar we kijken dus wel eigenlijk naar het totaalplaatje. Oké, dankjewel Aniek. We gaan naar de laatste performance van dit uur. Aniek staat al klaar. Het is een bijzonder trio, bedenk ik me nou net. Want de violiste Zora, die zat hier al heel lang op school. Net als haar broer overigens. Dus die kent de school misschien net zo goed als ik. En naast zit Pierre, die pas veel later is gekomen. Achter piano. En dan zit daar ook nog Moederen. Waar we altijd een beroep op kunnen doen. En Moederen zit inmiddels op consortium in de bachelorfase. Heeft de School van Jong Talent gedaan en is daarna gaan doen waar ze ontzettend veel plezier aan beleeft. Dus van heel jong tot zij-instromers, tot mensen die het traject doorlopen hebben, zitten daar in een trio. En Aniek, wat gaan ze spelen? Nou ja, dat kan ik helemaal niet lezen. Pierre, wat, wat staat daar? Ja, dat is Spring. Van Astor Piazzolla. Ja, precies. En wat wel leuk is om te vertellen is dat dit is een ensemble wat voortkomt uit onze werkplaats. Zora, kun jij iets vertellen over die werkplaats? Nou, de werkplaats dat is een vast uur op donderdag. Dan komen we 1,5 uur samen, verschillende ensembles. En dan krijgen we coaching. En dat doen we elke week. En dan uiteindelijk is er ook een keer een performance class. En dan kunnen we laten zien wat we allemaal geleerd hebben. Precies, aansluiten met de week van de werkplaats die volgende week is. We gaan lekker naar jullie luisteren. Thank you.
Dankjewel voor deze mooie Piazzolla. We zijn aan het einde gekomen van een uur informatie geven. Dat is natuurlijk lang niet genoeg en er zijn ongetwijfeld nog heel veel vragen. Een paar tips. We zijn nog de hele dag in Amare aanwezig, dus kom vooral langs. Dan kunt u al deze mensen aan tafel en ook de muzici en de kinderen zelf spreken. Vaak geven kinderen nog beter informatie dan de docenten of de directeuren of de andere mensen die hier aanwezig zijn. En daarnaast, er zijn nog meer open dagen, met name voor de muziekafdelingen die er nog aankomen. Kijk daarvoor vooral op de website. De contactadressen van Jan Linkens, Guido, Arjen, van mij, van Aniek, die staan allemaal op de website. Kunt u daar gewoon vinden. Maar van de andere kant, we zijn ook een heel toegankelijke school waar je echt niet op audiëntie hoeft te komen. Gewoon bellen, gewoon naar binnen lopen, de vierde verdieping. En we werken hier allemaal bijna fulltime, dus kom vooral langs. Dankjewel voor dit uur. Muzici. Jullie nog veel meer bedankt, weer voor een zaterdag. Aniek achter de piano, Guido, Jan, Arjen, dankjewel. En een fijne dag.